Gefeliciteerd. Je bent een jonge trainer, maar hoeveel jaar ouder ben je geworden in deze wedstrijd? Als ik zo op de camera kijk, zie ik wel wat grijze haren hier en daar. Ja. Ja, nee, dit zijn de wedstrijden waarvan je achteraf zegt, je doet het allemaal voor. Maar tijdens de wedstrijd denk je wel van, wat gaat die tijd toch langzaam? Ja, wat was dat voor een soort wedstrijd? Jullie begonnen eigenlijk gewoon heel goed. Ja, ik vond ons heel goed beginnen. Aan de bal ook gedurfd. Maakte ook een goede goal. Daarna kwam er een fase dat we meer onder druk kwamen. Maar toen scoorden we de 2-1 gelijk. Ja, en na rust hebben we geprobeerd ook nog te voetballen zelf. Dat is ergens een minuut of vijf ergens gelukt volgens mij in het midden. Toen we ook twee kansen kregen. Maar verder alleen maar lopen tegenhouden. En dat is niet het mooiste. Misschien zelfs antivoetbal. Wat ik af en toe uit heel veel kelen hoorde komen. Dat snap ik ook heel goed. Maar ik denk dat iedereen begrijpt waar wij staan. Dat alles, misschien overdreven, maar wel bijna alles geoorloofd is. Om drie punten te pakken en een hele grote stap te zetten naar handhaving. De omsingeling begon in die tweede helft wel erg vroeg al. Dacht jij ook van, oh jee, houden we dit wel vol? Ja, kijk, je gaat dan twee dingen zoeken. Eén, hoe ga je goed verdedigen? Maar twee, hoe ga je vooral zelf nog eruit komen? Met bijvoorbeeld een actie van Seuntjes of misschien Gladon en later Benschop. Nou, als we zelf iets moeten verwijten, is het vooral dat we dat niet iets vaker gedaan hebben. Iets vaker beter prikken, een balletje vasthouden, een corner eruit slepen. Want nu was het alleen maar tegenhouden. Des te knapper wel dat het gelukt is om het tegenhouden zo lang vol te houden. Wat wel opviel, iedereen gooide zich met alle ziel en zaligheid voor elk schot, voor elke voorzet. Dat moet je dan toch wel weer moed geven voor de komende weken. Ja, dat maakt me vooral mega trots. Dat hebben we bij Utrecht laten zien, Sparta thuis, Eagles. Hadden we vorige week Feyenoord, ja, dat was natuurlijk een tegenvaller, maar ook wel een hele goede tegenstander. En ook vandaag laat de ploeg zien dat ze, ondanks kort samen te zijn, we echt als één team geweldig kunnen vechten met en voor elkaar. De ontlading was enorm op het einde. Hoe was dat bij jou? En is dit nou echt een wedstrijd waarvan je denkt, hier hebben we ons misschien wel al veilig gespeeld? Nee, dat laatste denk ik niet, want ik zag het andere tussenstanden. Ja, als iedereen vandaag zou verliezen dan om ons heen, dan zou je een mega stap gezet hebben. Laten we nu al op een hele grote stap, maar veilig met deze kleine verschillen. En de onderste ploegen, die net als wij allemaal hun punten blijven pakken, zal echt nog even spannend zijn. Maar de stap die je nu zet, en vooral omdat iedereen van tevoren het over had, dit is ons slechte weekend, hè. Concurrentie relatief makkelijk en wij zeer moeilijk. Ja, dus ja, de ontlading is dan zo groot en dat is een mega stap voor ons, maar ook voor je collega's, je medewerkers, je fans, ja, met z'n allen. Dat zie je hier mooi terug. Ik heb de jongens ook verteld, je mag een dagje nu heel blij zijn, maar als je het stemmetje in je hoofd gaat zeggen dat we klaar zijn, moet je heel snel nee zeggen, want klaar zijn we zeker nog niet. Het was ook echt een knokwedstrijd. Hè? Er werd echt wel een heet potje voetbal. Was je daar ook trots op dat sommige jongens echt opstonden vandaag in die zin? Ja, en dan niet eens eigenlijk sommigen, denk ik echt iedereen. Ik zou er geen enkele bij uithalen die zijn poot terugtrok of die zichzelf niet voor een bal wilde gooien. Zeg, als je zo lang omsingeld wordt en nog steeds een hele helft plus nog 9 minuten extra tijd geen goal tegenkrijgt. Heb je een beetje geluk gehad, eerlijk is eerlijk, balletje op de lat bijvoorbeeld. Maar heb je het ook vooral heel goed gedaan samen. Eén dingetje, hoe zit het met de schorsingen voor de komende wedstrijd? Want we hebben wel wat de jongens die op scherp stonden, een kaart gepakt volgens mij. Ja, nou, ik kreeg gisteren de vraag van onze lokale regionale krant De Limburger. Ga jullie rustig aan doen? Ga je jongens daarvoor waarschuwen? En dan zei ik liever 3 punten en 3 schorsingen dan 0 punten en 0 schorsingen. Nou, dat is precies uitgekomen. Gelukkig verwachten we Sio vast terug. Zal Teerpan vast geen 5 dagen ziek zijn. Dus dat is 3 eraf, 2 erbij. Positief blijven, gefeliciteerd.